die grapjes. René, iedereen zeurt over Hiddink, maar moeten we niet heel trots zijn dat Chelsea hem nu als trainer wil? Nee, maar... Ja, maar wij zeuren toch helemaal niet over Hiddink. Hiddink heb ik gewoon... Oh. Nou, vorig jaar hadden we wel het gevoel dat Hiddink even het kwijt was. Hiddink heeft al jaren niks meer gepresteerd. Nee. Daar is toch niks mis mee? Hiddink kiest al jaren voor het geld. Ja. Hiddink is gaan trainen in Rusland. Die club bestaat volgens mij nu niet meer. Daar ging Eto'o heen en daar gingen ze allemaal. En Hiddink ging daar bushaltes bouwen. Scholen. En scholen. Ziekenhuizen. En bioscopen, ziekenhuizen. En dat is al jaren zo. Ik zag hem staan, weet je wel. Ik vond het wel... Ik vind dat een man van 70 geen rugzakje meer op moet. Niet meer doen? Nee, dit leek wel of hij in de rij bij Anne Frank stond. Ja. Nee, maar bij het Anne Frank huis. Nee, voor de duidelijkheid niet bij Anne Frank. Nee, bij dat Anne Frank huis dan ook altijd van die toeristjes met die dingetjes op hun rug. Weet maar daar kan toch altijd geld ook niet in? Wat verwacht hij nou daar dan? Ja, maar ik ben het helemaal met hem eens. Van als je op een bepaalde leeftijd... Nou ja, ik heb van mijn leven nog geen rugtas gehad. Maar ik zou... ik zie wel eens van die mannen van mijn leeftijd met een rugtas. Dat is toch heel erg. Weet je wel, het kan nog erger. Hebben ze ook nog sandalen bij aan. Ja. Maar zo'n rugtas, dat is iets voor Hans Dorrestein... die 's ochtends vogeltjes gaat bekijken. Ja. Weet je, daar is maar wat zou er dan in die rugzak zitten, denk jij? Gewoon ja, zijn tandenborsteltje en zo, dat soort dingen, denk ik. En, Viagra? Viagraatje. Een creditkaartje. Maar hij is nu in gesprek, maar hij zegt... Chelsea staat er belabberd voor, ik wil eerst heel goed kijken... Nou, hij is wel in de positie dat hij eisen kan stellen, hè, Guus? Na deze fantastische prestatie met Oranje. Ja. Nou ja, en met nee, maar aan de andere kant... Mooier afscheid zijn kijk, dan... Precies, ja. Ik gun Guus natuurlijk wel een prachtig afscheid. Tuurlijk. En als hij dan maar zo wijs is naar Chelsea te zeggen... zo, nu is het mooi geweest. Ja, maar Johan, dik advocaat laatst bij je Studio Sport... Guus hebben het toch gewoon afgrijzelijk slecht gedaan in de 3 maanden bij het Nederlands elftal. Ja, tuurlijk. In alles. Ja. In hoe hij zich uitte, hoe die met de communicatie, hoe hij erbij zat. Ja. Weet je toch dat hij zei, ja nee, in principe is het alleen Robben, voor de rest is het... Niks. Hij kon hele situaties niet meer terughalen uit de wedstrijd. Nee, maar dat was toch krankzinnig slecht. Ja. Ik bedoel... Nou, daar zeg je dan wat van. Ja, mag kijk, daarom... Mensen nemen het die Ronald de Boer zo kwalijk. Ja. Maar op het moment dat hij dat zei, was het volkomen terecht. Ja, dat is ook zo. Maar is het de juiste man op dit moment voor Chelsea? Dat is nu de vraag. Wat denken jullie? De juiste man op de juiste plaats? Kijk, er zijn weinig mensen met internationale ervaring... die nu bedenkt paraat zijn. Dus in dat kader, Guus heeft dat al eens een keer eerder gedaan... Kijk, Guus maakt daar de boel niet kapot. En hij heeft daar een fantastische selectie. En Guus zal toch wel de 11 poppetjes op de juiste plek neerkomen. Ja, het is Mourinho in 16 wedstrijden niet gelukt. Hij heeft 9 keer verloren. Maar Mourinho die was een soort privé-veet aan het uitvechten. Die wilde laten zien dat hij onaantastbaar was. Maar is hij nog... Ik geloof 100% dat Mourinho een waanzinnig goede trainer is. Nog steeds de beste ter wereld, zoals Jorge Mendes zegt. Het is een krankzinnige. Het is een krankzinnige. Ik heb gisteren even die beelden gezien waarbij hij die dat meisje uit stond te schenden. Ja. Die... Eva kan niet. Dat is toch schandelijk, man. Ja. Ik denk dat Guus die dokter als eerste terughaalt. Nou, op zijn kin gegeven als hij dat... Wat Guus wel heeft... Dat is even de vraag, Guus heeft wel die arm over die schoudertjes. Weet je. En dat doet die Mourinho, die doet dat niet. Nee, maar je weet je... Maar jullie zeggen Eva terug, hè? Want dat zegt Dominic Eilander ook uit Deventer. Guus haalt Eva meteen terug. Ja, dat weet ik zeker. Ze is wel getrouwd inmiddels intussen. Okay. Is ze getrouwd? Is inmiddels intussen getrouwd. Nou, dan kan hij 4 jaar reis thuis. Moet je er eventjes over nadenken.